Franz von Chossy, jazzpianist. Welkom in de Badcuyp. Dankjewel. Je bent in München met de muziekstudie begonnen. Verder gegaan aan de Manhattan School of Music in New York. En studeerde uiteindelijk in 2006 af aan het conservatorium Amsterdam. Waarom Amsterdam en niet München? Heb je ook goede leraren? Ja, ik had een les bij leraren in München, maar die vertelde me het is goed voor mij even naar het buitenland te gaan. Ja. En hij heeft vrienden die hebben toen in Hilversum gestudeerd. Ja. Hij zei in Amsterdam zijn heel goede leraren, omdat Hilversum naar Amsterdam vertrekt. Dus, en dan ben ik naar Amsterdam gegaan en ik dacht eigenlijk alleen dat ik 2 jaar daar ga blijven. Maar ik vond het heel leuk. Ja. Je hebt die Manhattan School bezocht. Waarom ben je daar ook nog naartoe gegaan? Ja, dat was een uitwisseling die mogelijk was vanuit Amsterdam. Dus dat was in mijn 4e jaar. En daarna dacht ik eigenlijk dat ik daar nog een master ga doen, maar dan was het toch een beetje te duur. Dus, toen heb je het in Amsterdam afgesloten. Ja, ja, precies. Ah, ja. Ik vroeg me af omdat je in München, sowieso Duitsland, natuurlijk ook hele goede docenten hebt. Waarom kies je dan voor zoiets als Amsterdam, waar je natuurlijk ook goede docenten hebt? Maar dat heeft dus met jouw leraar in München te maken. Ja, ik denk bijna dat het conservatorium in Amsterdam, dat er meer gebeurt eigenlijk dan in München. In München heb je wel goede docenten, maar dat is alles heel klein. En dan speel je dan altijd met dezelfde mensen in het conservatorium. Dat vind ik in Amsterdam eigenlijk heel goed, dat het echt heel groot is. Daar heb je uit de hele wereld ook studenten, vele culturen komen daar samen. Het is natuurlijk ook een stuk inspirerender, ja? Dat kan ik me voorstellen. Je hebt ook additief een opleiding filmcompositie gedaan. Mm-hmm. Dat was ook in New York? Dat was ook in New York. En waarom heb je dat gedaan? Ja, ik vond het heel interessant en die leraar was heel goed. Wat vond je daar interessant aan? Kun je dat vertellen? Het is natuurlijk toch iets anders dan jazz. Ja, maar het is gewoon heel sfeervolle muziek en je leert hoe je muziek in beelden kan vinden. En, dus dat is voor mij gewoon heel mooi als ik iets zie en dan probeer me de muziek daarvoor voor te stellen. En dat werkte ook daarna. Dus als ik gewoon iets zie, een scène in mijn leven of zo, dat ik daaruit inspiratie kan halen wat voor muziek er past. Het is die sfeer die je inspireert tot bepaalde muziek te maken? Ja, of gewoon de combinatie van visuele en akoestische dingen. Dat je uit de visuele dingen muziek kan halen. Ja. Ben je misschien ooit van plan voor film zelf te gaan componeren ook? Ja, dat zou ik heel graag willen doen. Ja? Dat kost natuurlijk ook veel tijd en op dit moment heb ik echt zoveel. Je hebt genoeg te doen. Ja, genoeg te doen. Ik kan me voorstellen. Ja. Jouw trio, het Frans van Chossy trio met bassist John Fasciani en drummer Flynn van Hennen en jezelf achter de piano, dat heeft vorig jaar de Dutch Jazz Competition gewonnen. Bovendien heb jij toen ook de Norma-prijs voor de beste solist gekregen vanwege je subtiele, ruimtelijke en persoonlijke spel. Welke betekenis heeft dat voor jou gehad als muzikant? Ja, het was gewoon heel mooi om zo'n waardering te krijgen. Het was heel goed omdat het heel veel publiciteit opleverde. Dus, dan hebben we ook een tour gehad door die prijs. Februari, maart dit jaar. Dus hebben we veel speelervaring gehad. Hadden we 13 concerten in Holland op heel mooie podia. 13? 13, ja. Dat is de flink op. Ja, heel goed georganiseerd. Dus, echt een goede prijs om te winnen. Ja, dat denk ik ook. Het is echt een boost ook. Ja. Voor je.
juist ook omdat je datzelfde jaar afgestudeerd bent, 2006. Ja. En dat je dan twee van zulke toch belangrijke prijzen tegelijk in ontvangst nemen, is dat alle ogen en aandacht zijn gelijk op je gericht. Ja. Dus je carrière kan niet beter van start gaan. Precies. Vind je dat niet eng? Want je moet jezelf natuurlijk wel blijven waarmaken. Het legt gewicht op je schouders, hè? Ja, dat wel, maar het is nog wel te doen. Ja. Ik mag wel zeggen, je werkt met internationale grootheden als Roy Hargrove, Dick Oates en Benjamin Herman. En je treedt een beetje over de hele wereld op als jazzpianist. Piano is overduidelijk toch wel jouw passie. Kun je mij vertellen wat of wie die passie in jou heeft wakker gemaakt? Kun je dat moment nog herinneren? Ooit moet het ergens begonnen zijn. Ja, ja. Nou, in het begin eigenlijk als kind wilde ik na een jaar stoppen. Oh ja? Het is maar goed dat je dat niet gedaan hebt. Ja, Nee, ik vond het in het begin eigenlijk een beetje saai. Ja. Ik moest dan meteen also, heel saaie dingen, wat je als kind heel saai vindt, spelen. Dus ik moest dan al met Bach beginnen en dat vind ik nu geweldig. Ik speel nu heel veel Bach, maar toen was het echt, kan ik. Misschien moet je Bach ook niet gelijk aan kinderen. Nee, precies. Het is didactisch ook niet slim. Nee, dat denk ik echt niet. Maar later, als teenager, dan vond ik het wel mooi om te spelen, maar ik dacht nog niet zo echt dat ik pianist moet werden. En dan begon ik met saxofoon spelen. En dan was denk ik een punt waar ik merkte dat ik dat gewoon zo mooi vond, dat je al die mogelijkheden hebt, dat je 10 vinger hebt, dat je echt 10 toetsen kan indrukken op dezelfde tijd. En dat je gewoon zoveel mogelijkheden hebt op de piano. En dan dacht ik gewoon, ja, dit instrument wil ik beheersen. Zeg je beheersen? Ja. Maar dat ook om jazz te spelen, want je was ook bezig met saxofoon, begrijp ik. Ja, en door de saxofoon ben ik eigenlijk ook bij de piano van jazz gekomen. En dan vond ik piano gewoon nog meer passen. De saxofoon is een melodie-instrument, piano een akkoord-instrument. Ja. Misschien dat het akkoord je veel meer aantrok dan de beperking van alleen maar melodie kunnen spelen. Ja, ik denk bij sommige muzikanten past gewoon zo een monotone instrument beter dan een polyfone. Kom, ja. Of meer akkoordisch, dat je meer met akkoorden wil, met harmonie wil werken. Als je het over componeren hebt, zou je kunnen aangeven wat jou inspireert? Wat zijn momenten die jou opeens een idee geven om een stuk te schrijven, dat je opeens iets hoort, of je had het te letten over die beelden in relatie tot de opleiding, filmcompositie. Dat is echt heel verschillend. Ja. Meestal is een melodie een inspiratie. Ja. Die komt dan, of ze komt in mijn hoofd als ik gewoon een beetje improviseer op de piano. Of het komt door een gevoel dat ik heb. Dat is dan heel, ik weet niet echt hoe dat werkt, maar dan word ik wakker met een melodie. Dat is soms heel mooi. Dat ik echt dat ik droom of wat weet ik wat. Maar dan word ik wakker en dan heb ik echt een melodie. Ja, dat is prachtig. Meestal heel simpel, maar door dat dan kan ik verder werken op de piano of. Zodra dan echt zo'n melodie is, een hele simpele melodie, dan kan ik eigenlijk